Ja, het is wel even iets anders. Van clubtrainer naar trainer van Team VVCS. Allemaal clubloze profvoetballers spelen daar die hun conditie op peil willen houden en zich in de kijker hopen te spelen. Waar je dit ook doet, dit blijft altijd hetzelfde. En het enige is dat het net even een iets ander doel is. Je moet ze heel veel plezier bijbrengen. Er zijn toch jongens bij die in een dipje zitten. En ja, er zijn toch jongens bij die uit de blessure terugkomen. Of jongens die net ergens de boot gemist hebben. Ja, die moet je wel weer af en toe even helpen. Maar dat lijkt me logisch. Bossenaar Noricio Niveld speelde vorig seizoen nog voor Excelsior. Maar ook hij zit nu zonder club. Mijn zaakwaarnemer stuurde maandag een berichtje of ik hier mee wilde trainen. Ik dacht, ja, het is beter dan alleen in het bos rennen, dus ik denk, kom maar trainen hier. En dat doet hij dan vooral om een beetje fit te blijven. Ik weet niet of ik me hier in het kijker kan spelen. Het is ook niet echt mijn insteek om hierheen te komen, maar gewoon conditie opbouwen, dat is mijn doel hier. De spelers hopen zo snel mogelijk weer weg te zijn bij Team VVCS, aan de slag bij een nieuwe club. En eigenlijk geldt dat natuurlijk ook voor de trainer. Ja, in principe ook. Alleen, ja, kijk, je weet dat er heel veel selecties nog niet op peil zijn. En heel veel technische stafgedeeltes wel. Dus ja, daar is minder plek en daar is minder keuze. Maar als Team VVCS straks na de zomer weer opgedoekt wordt, dan gaat Dirk Heesen niet met zijn armen over elkaar zitten. Er zijn zat mogelijkheden om mezelf door te blijven ontwikkelen. En er zijn zat trainers waar ik contact mee heb om eens een keer in de keuken te gaan kijken. Of om trainingen of wedstrijden te bezichtigen. En, er is altijd wel in de voetballerij iets te doen. Alleen, ja, het is op dit moment nog geen clubtrainer.